jullie kijken naar een aardrijkskunde-podcast over water, het examenonderwerp voor VMBO-MAVO, het nieuwe examenonderwerp. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 3 en paragraaf 4, het waterverbruik in China en het Midden-Oosten. Kijken naar wat belangrijk is in deze paragraaf, is wat de verschillen zijn als het gaat om het waterverbruik tussen deze gebieden, als het gaat om de drinkwaterwinning en als het gaat om duurzaam waterverbruik. Watergebruik. Er zijn veel verschillen. Alle regio's, het is zo dat de bevolking stijgt en dat niet iedereen genoeg water heeft. En dat is voornamelijk ook in het Midden-Oosten zo. Het ene land heeft te weinig en het andere land heeft te veel. En ook het verbruik van water dagelijks, dat verschilt. Als je hier naar een kaartje gaat kijken van 1990 tot en 2010... En dan zie je dat een aantal landen, Israël, Libanon, Verenigde Arabische Emiraten. En ook als je richting Jordanië, dat zit eigenlijk op niveau van Nederland. Nou, als je kijkt hoeveel water in Nederland is in vergelijking met dat soort landen, dan zie je dat er evenveel gebruikt wordt. En moet er dus een tekort ontstaan omdat er gewoon te weinig water is. Algehele conclusies die je uit deze paragraaf kunt halen, is dat landen verschillen van elkaar. Toch wordt er in veel landen veel water gebruikt en vergelijkbaar. Maar het grootste gedeelte van het water gaat naar de landbouw. En wat je moet weten voor China is dat ze een stijgende energieverbruik hebben en een stijgend waterverbruik. Dat zie je ook in het kaartje. 1990, 67 liter water. Ten opzichte van 2010 naar 89 liter water. En dat is een behoorlijke stijging. Drinkwaterwinning komt onder druk. Terwijl ze in het Midden-Oosten niet veel meer per persoon verbruiken, komen er wel meer mensen. En dus waterconflicten liggen op de loer, vooral in het Midden-Oosten, zoals ik al in de vorige paragrafen heb uitgelegd. Er is schaarste aan water, mensen leven van de rivier. Dus als je een land, zoals Turkije, als die een stuwdam bouwt, betekent dat Syrië of Irak geen water krijgen. Het gevolg van te weinig water is dat de aquifers, worden te veel gebruikt. En die zijn niet hernieuwbaar en raken dus op. Hier zie je Chinezen die alternatieven zoeken. In het Midden-Oosten zijn alternatieven gewoon beperkt, er is niet zo heel veel. En in China is er veel consumptie van niet vervuilend flessenwater. Dus koopt men gewoon het water in. Al dan niet duurder, maar je hebt het water, je hebt mogelijkheid tot veel grondwater. Dus zet het in flessen, zodat je het kunt transporteren naar regio's waar het vervuild is. Als we kijken in dit kaartje van water, zeewater, brakwater en afvalwater, dan zie je dat vooral in de golfstaten, dat er veel zeewater is en weinig afvalwater. En dat je in Azië, in China, toch veel afvalwater hebt. Dus heel veel water wat niet bruikbaar is voor drinkwater. En als je gaat kijken naar duurzaamheid, is de vraag, wil China of kan China de uitdaging aan? Men verdient gewoon te weinig aan waterwinning. En omdat men zo weinig verdient, zijn er weinig investeringen en ontwikkeling, zodat men betere dingen gaat presteren, zodat de waterprestatie omhoog of omlaag gaat. Als je kijkt naar bijvoorbeeld waterbesparende dingen. De regelgeving is lang niet goed genoeg om die vervuiling aan te gaan. Dus bedrijven gaan tot de wet het toestaat, gaan ze vervuilen. En niet meer en zeker niet minder. En duurzaamheid betekent vaak ook duurder. Dus slecht voor de economie en daarom stellen ze het uit. En ze kunnen het wel, maar ze willen het misschien niet altijd. Kan het Midden-Oosten de uitdaging aan? Als je kijkt naar de rijke landen, Saudi-Arabië, die heeft genoeg geld om alles te ontzilten. Dus die haalt zeewater binnen en maakt er zoetwater van. Het is niet helemaal duurzaam, want je moet het water natuurlijk transporteren door het hele land. Het kost veel energie om het water zoet te maken. En die pijpleidingen gaan dwars door het landschap
En zorgen dus voor dat de natuur wordt aangetast. Ook is het maar de vraag of het water ook daadwerkelijk niet verloren gaat langs die pijpleidingen in het Midden-Oosten. Dat is niet zo erg als olie, maar er raakt wel wat verloren. Dus er zijn verschillen als het gaat om waterverbruik tussen het Midden-Oosten en China. En ook om duurzaam watergebruik. Soms wil men wel, maar kan men niet. Maar soms kan men wel, maar wil men niet. Want dat is natuurlijk altijd een vraag met duurzaamheid tussen economie en natuur. Verder in dit hoofdstuk, paragraaf 3.5 en 3.6, dat zijn casussen. Daar werk je een casus uit als het gaat over waterbouwkundig werken in het Midden-Oosten en voor- en nadelen van waterprojecten. Dus mocht je het begrip stuwdammen nog niet onder de knie hebben, maak deze paragrafen goed en zie in de praktijk hoe het werkt. Dan zijn we dus aangekomen op de laatste bladzijde van dit hoofdstuk en zijn alle podcasts behandeld. Alle paragrafen zijn in podcast behandeld. Bekijk ook de andere podcast van de andere hoofdstukken, bevolking, klimaat en ruimte. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft als er nieuwe podcasts gemaakt zijn en gepost worden. En geef deze podcast een like als je er wat aan gehad hebt. Dan wens ik je succes bij het leren.